kabinet nodig. En in dat kabinet moeten bewindspersonen zitten. En dat brengt ons dan toch weer terug bij de eerder genoemde Ronald Plasterk. Ja, bij de premier. Het grappige is dat eerder vanavond zat Mona Keijzer bij de collega's van Jeroen en Sofie. En toen zei ze van... Of Sofie en Jeroen is het, hè? Geloof ik, in die volgorde. Ja. Toen zei ze, ja, nou hebben jullie het alleen maar over de poppetjes. Maar ja, je ontkomt er niet aan om het over de poppetjes te hebben. Want wat je merkt, is we gaan nu die laatste fase van die formatie in. Ja, dat akkoord is er. Daar gaat nog heel veel over gesproken worden. Volgende week in dat debat gaat meneer Jette ook waarschijnlijk tekeer over dat akkoord. Maar de grootste hobbel moet eigenlijk misschien wel genomen worden, die poppetjes. Je hoort daar echt heel veel zorgen over bij die partijen. Ik sprak een hooggeplaatste bron binnen een nieuw sociaal contract, die dan weliswaar anoniem wil blijven. Maar die zegt, ja, het is echt nog wel 50-50 of het hierop lukt. 50-50. Dus denk nou niet dat dit kabinet er al is. Het is echt nog wel een behoorlijke hobbel. En inderdaad, de vacature...